Hij pakte zijn hart en hij ging echt praten met zijn hart. Hij zegt, ja, wat heb je nodig van mij, mijn hart, om je gezond te houden? Want ik wil je nog lang houden. Ook hier, mensen praten over hun drukkende elementen via de beeld. Mehmet, jij werkt in Amsterdam met gezinnen en met jongeren die psychotisch waren geworden. Veel Turkse en Marokkaanse gezinnen. Mm-hmm. En je merkte dat er een probleem was met de hulpverlening. Niet dat mensen taal misschien niet genoeg, goed genoeg spraken of niet intelligent genoeg waren, maar dat het taalgebruik van Nederlandse hulpverleners veel te abstract is. Ja, vakjargon, ja. En de kennis die je hebt als hulpverlener. Klopt, ik liep elke keer tegenaan. Ik maak gesprekken mee met de psychiater, met de SPV'er of met de andere therapeuten. En ik zag dat elke keer dat de mensen die helft niet snapten, dacht ik, jeetje, wat zonde. Want collega's bedoelden allemaal goed, maar die informatie wat ze heel graag wilden geven, kwam niet over. Je hebt een methode bedacht om visueel te laten zien wat iemand zijn draaglast en zijn draagkracht is. Hmm. Kan je dat laten zien? Ja, want methode in de doos. Hè. Methode bestaat uit zo'n houten doos. Zit verschillende de balken en blokken in. En er zijn vier soorten langwerpige balken in. En hiermee kun je je persoonlijke situatie illustreren. Bijvoorbeeld als je heel goed voelt en goed bestaan hebt, kun je zeggen, nou ja, gaaf. En als minder gaaf, wat spannend, zeg maar, en met een vierkracht in. En ander is helemaal kapot. En een van de vier kun je kiezen. En zeg, je komt bij een jongere die psychotisch is, ja. Die kiest die helemaal kapot is. Nou ja, dan ligt het op tafel. Of kun je in je hand vasthouden, zeg je. In principe, jij eigen bestaan in je hand. Je communiceert over jezelf, maar via de beelden, via de blokken. Dus je kan aan zo iemand vragen van, waarom kies je die? Ja, wat maakt dat jij dan kapotte balk hebt gekozen? Dan kunnen ze vertellen. Hele gedachtegoed nodigt mensen tot gesprek. Ze vertellen veel, maar ze vertellen via de beeld. Het gesprek gaat over de kapotte balk. Jij kan gewoon zeggen, wanneer is die gebroken? Ja, wat kun je meer vertellen? Maar waar ik heel erg geïnteresseerd ben, niet meteen, hoe komt dat en wat is gebeurd? En zo laat ik. En wat ik heel bijzonder vind, wat gaat het wel goed? Wat zijn je krachtbronnen in je leven? En krachtbronnen te illustreren. Wat zegt iemand bijvoorbeeld mijn familie? Ja, dan bij mijn moeder. En dan kunnen ze ook kleur kiezen die bij hun past, want kleuren kunnen ook betekenis hebben. Daarom hebben we gewoon verschillende kleuren bedacht. En etiketten plakken ze zelf. In principe losse vel. En ze zijn echt hard aan het werk. Want het is een proces. Het is niet mijn proces. En ze worden ook een beetje op die manier eigenaar gemaakt van hun eigen probleem. Iemand zegt, het gaat heel slecht, maar mijn moeder is lief. Daar heb ik veel steun aan. Mm-hmm. Ik heb helemaal geen geld. Nee, we gaan even gesprek verder. Oké, je moeder is steun. En die steun, hoe plaats je je steun op jezelf? Hè? Als moeder steun is, dan leg je een moeder, jezelf op moeder en dan zie je dat hij niet gaat. En dus je komt. Je ziet ook meteen dat het te zwaar is voor die moeder. Ja, maar dat is niet te houden. Ja. En wat heb je nog meer nodig om in ieder geval om dit te herstellen, te stabiliseren? En soms. GGZ-instelling kan steun zijn en een financiën, uitkering of geld kan, en kunnen ze ook plaatsen, zeg maar. En
Oh ja, van die hoort hierbij, die hoort hier. En dan kunnen ze ook misschien op die manier. Ze zijn echt zelf aan een opstelling maken. Ze nadenken over hun eigen leven. Eigen leven, ja. En wat jij neerzet, heeft ook betekenis. Als iemand zegt, eigenlijk, GGZ-instelling voelt niet echt helemaal steun, maar ik heb te maken, want het is gedwongen. Want liever niet, kunnen ze op die manier aangeven. En als deze bijvoorbeeld financiën zijn, dan is ook uitkering is niet helemaal. En je ziet op die manier voor die moeder heel zwaar is. Wordt het alweer wibbeliger? Ja, als de moeder weg zou vallen, en dan zien ze meteen, om draagt lasten, drukkende elementen uit te beelden, zijn er verschillende soorten zeg maar, blokken ontwikkeld. Groot, minder groot, iets kleiner en nog kleiner. En hiermee kunnen ze ook hun levensgebieden visualiseren. Bijvoorbeeld hiermee kunnen ze aangeven, ik heb last van psychose. En die drukt. En hiermee, even kijken, ik heb een aantal... Eenzaamheid zit hier ook bij? Ja, eenzaamheid zit er ook bij, ja zeker. Verslaving kan drukken. Oh, ja. En even kijken, de dood kan rouw, zeg maar, levensgebied zijn. Als Kiertje gesprek over gaat over hier, omdat die grootste balk is en mensen hebben toch best wel last van, dan kun je hele blok Kiertje, los van de opstelling, externaliseren als het ware, zodat die gesprek hierover gaat. Wat betekent dat? Waarom zo groot? En wat heb je nodig om klein te krijgen? Wie kun je helpen? En wat heb je nodig om dat draaglijk te hebben in je leven? Hè? En mensen die kunnen ook een psychose, zeg maar, communiceren met een psychose. En iemand tijdens een die had een hartinfarct gehad en een drukkende factor was hart. Infarct en zijn hart. Hij pakte zijn hart en hij ging echt praten met zijn hart. Hij zegt, ja, wat heb je nodig voor mij, mijn hart, om je gezond te houden, want ik wil je nog lang houden. En ook hier, mensen praten over hun drukkende elementen via de beeld. En wat er mooi eraan is, vind ik dat je heel helder ziet van dat er heel veel verschillende elementen zijn in je leven. Niet alleen één ziekte, niet alleen... Nee. Maar verder, jij bent wie je bent en dit is een onderdeel van een leven. Dus je bent niet een psychotische iemand. Het is geen psychotische opstelling. Je hebt last van.